vlog. We zijn vrijdag, onze laatste dag in Ibiza. We zijn hier nog tot 7:40 en dan stijgen we op terug naar Eindhoven en dan terug naar België. Het wordt vandaag een warme dag in Ibiza en we houden een zwembaddagje. We worden pas opgehaald om 5:00 in het totaal, maar we gaan nu eerst ontbijten. Kamer ingepakt en wij gaan nu direct vertrekken. De koffers staan buiten gereed. We zijn nu nog aan het wachten op een buggy die ons komt halen met onze koffers. Nog de laatste keer het uitzicht op ons terrasje. En dus de buggy kon ons direct halen met onze koffers. En dan kunnen we die in de lobby gereed zetten. Daar kunnen we die ook wegen. En we gaan aan het zwembad liggen. Thank you.
5:15. Ja, onze bus komt dan zo dadelijk ophalen om naar de luchthaven te gaan. We zitten hier met heel veel mensen. Al sinds heel veel koffers. Ik heb juist mijn hele nagel even afgescheurd door het koffer toe te doen. En de hele lobby hing vol bloed. Dus ik heb de mensen hier nog extra werk gegeven. Dus we gaan er even trekken. Het is vandaag een extreem warme dag. We hebben in het zwembad gelegen. Ik heb wel wat gefilmd voor jullie, maar niet zoveel eigenlijk. Het was warm en we hebben nog wat genoten van de laatste dag. Maar het is niet zo fijn als je zo laat vertrekt, want daar heb je eigenlijk niet zoveel aan. Nu zijn we gewoon aan het puffen en aan het wachten tot ons busje komt en we naar de luchthaven kunnen vertrekken. Om 20 na 8 hebben we pas ons vliegtuig naar Eindhoven. Dus het is nog een lange weg te gaan. Dat we terug thuis zijn. Ik ga pas tegen 12:00 s'nachts zijn dat we thuis zijn. Dus het is nog een lange dag. We hebben juist verteld dat het spijtig genoeg is. Maar het waren wel 10 mooie dagen. En het is ook wel goed geweest, persoonlijk vind ik. Ik ben ook wel blij dat ik terug naar huis kan gaan met mijn hond. Maar het begint ten eerste nog heter te worden hier in Ibiza. En ten tweede vrij druk. En ja. We hebben toch de laatste 2 dagen wat dingen gezien dat we zoiets hadden van niet van het personeel of zo, maar van mensen die pas aan waren gekomen. Dat we zoiets hadden van, oh nee, dat vinden we toch maar niks. Zeker nu met de nieuwe coronacijfers en nog altijd zo in het algemeen dat corona aan de gang is. Mensen die dan eerst ketchup zat in of chili saus zat in kommetjes met een lepel en dan moest je dat opscheppen. Was een man die beschroefde daar en die deed hij even terug. We zijn het dan wel gezegd en hebben ze vervangen, maar gewoon besef dat mensen dat doen in deze tijden is niet oké. Dat is ook gewoon geen respect voor het personeel, maar ook niet voor de medemens die op het hotel zit. Als je mensen ziek maken, ook al weet je niet dat je corona hebt. Dus ik vind dat niet oké dat mensen dat doen. Dus dat vond mij niet zo prettig. Maar nu zitten we gewoon op de bus terug naar de luchthaven.
zijn, ja, soort security. Dus ik ben 5 minuten wachten dat we weten welke gate. En we gaan gewoon iets kleins nog eten. Alleen wat noedels gegeten op de vlucht. Voor mijn zoutgehalte doe ik eigenlijk altijd op de vlucht van noedels eten. Nu zijn we nog aan het wachten op de bagage achter mij aan de band. En dan nog 1,5 uur in de taxi en dan zijn we hopelijk thuis. Na een heel lange dag.
wat dat was. Terug thuis. Zoals je kunt zien, we zijn ook de volgende dag. Dus het is nu zaterdag. We waren gisteren pas om 2 uur 's nachts in ons bed. 2:30 thuis. Het is gisteren een heel lange dag geweest, om 5 uur uit het hotel vertrokken en pas om 2 uur 's nachts thuis, gewoon van Ibiza, waar maar 2,5 uur vliegen is, dus het was echt extreem. We hebben 30 minuten moeten wachten op onze koffers en 30 minuten op een trap vooruit het vliegtuig te komen, dus dat was echt niet normaal in Eindhoven. En dan nog 1,5 uur taxi, maar dus ik ga bij deze vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie een leuke travelvlog. Ik weet niet of ik veel gefilmd heb. Maar laat zeker na in de comments of jullie dit jaar ook al problemen hebben ondervonden. In Eindhoven of andere luchthavens. Want het is echt verschrikkelijk. Zeker als je van Amsterdam hoort, van Schiphol. Maar dus laat een comment na. Doe thumbs up. En vergeet zeker niet te abonneren. Want ik hoop dat jullie de Ibiza vlogs leuk vonden. Ik ga misschien ook nog een extra Ibiza vlog maken, maar dat weet ik nog niet. Dus ik ga er nog niet te veel over vertellen. Dank u om te kijken naar deze serie van Ibiza vlogs.